is zeer indrukwekkend om hier te staan met vanaf hier zo ongeveer 700 mensen of 800 mensen. Ik heb dat nooit eerder gezien op een bijeenkomst van de Partij voor de Dieren. Echt geweldig. Het is bijna verdubbeling vergeleken met het vorige congres. Ja. En we zijn uit alle vorige locaties gegroeid. En vandaag hebben we weer forse stappen gezet om ook deze locatie te klein te krijgen. Weinig wc's. Nee hoor. Nee. Gaat goed. Nee, we zijn dit jaar harder dan ooit gegroeid. Maar groei is natuurlijk nooit een doel op zich, zoals jullie weten. We willen geen plofpartij worden. Geen plofkip, geen plofbank, geen plofpartij. En daarom ben ik heel blij dat we met elkaar hebben besloten tot een forse, maar beheersbare groei van het aantal gemeenten waarin we meedoen aan de verkiezingen. We gaan van 12 naar 18 gemeenten, waarvan er 15 op 21 maart mee gaan doen. En dat lijkt zeer kansrijk. Ook in de nieuwe gemeente gaan we er vol voor ons plan B en houden we vast aan onze idealen. En we hebben een grote verantwoordelijkheid, partijgenoten. Als 3/4 van alle bestuivende insecten inmiddels is gestorven en we getuigen zijn van wat wetenschappers de 6e grote uitstervingsgolf wordt genoemd, die door ons wordt veroorzaakt, dan is er een grote behoefte aan een politieke beweging die andere partijen een spiegel voorhoudt. Zeker nu veel partijen afhaken in de strijd om duurzaamheid. D66 verloochent haar groene verkiezingsbeloftes in ruil voor een plekje in de regering. En ook de ChristenUnie beloofde meer dan het huidige kabinet gaat waarmaken. Het zogenaamde groenste kabinet ooit haalt nog niet eens de helft van de afgesproken klimaatdoelstellingen van Parijs. Het kabinet gaat met de samenleving een contract van 1238 dagen aan om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken. En het meldt tegelijkertijd dat er pas na 1239 dagen echt aan de slag wordt gegaan. Het volgende kabinet en toekomstige generaties mogen het oplossen. Rutte 3 belooft een belasting op vliegtickets, maar wel vanaf 2021. Dus nadat ze zelf al vertrokken is. Het kabinet belooft de sluiting van 5 kolencentrales, maar na 2023. Als dan een tijdpad pas wordt bepaald door de sector zelf. Dus ook weer niet in deze regeerperiode. Over je graf heen regeren, heet dat. En voorafgaand aan het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen aan het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd hoe het kabinet de uitstoot van CO2 kan verminderen zonder iets aan de uitstoot te hoeven doen. En het antwoord van het Planbureau was, nou ja, dat kan alleen als je CO2 onder de grond stopt en andere technische maatregelen neemt. Maar het PBL merkte ook tegelijkertijd op dat er veel meer dan dat nodig is. Een krimp van de veestapel bijvoorbeeld. En een vermindering van de vlees- en visconsumptie en zuivel. Maar dat vereist een gedragsverandering van burgers, van bedrijfsleven en van overheden. En dat is onbespreekbaar voor deze coalitie. Beschamend. We zullen ze scherp moeten houden. Overal waar we vertegenwoordigd zijn, in de gemeenteraden, provinciale staten, de waterschappen, Europees Parlement, Tweede en Eerste Kamer. We staan tegenover een tegenstander die Nederland bedelft onder een dikke laag van 80 miljard kilo mest. En vorige week hebben jullie vast allemaal in NRC kunnen lezen dat er in de vee-industrie sprake is van zulke goed georganiseerde netwerken dat zelfs het Openbaar Ministerie en de NVWA er niet tegenop kunnen. Het gevolg is dat er veel meer nitraat wordt uitgestoten dan volgens de officiële aantallen landbouwdieren mogelijk is. Maar het kabinet houdt de vee-industrie zoals altijd de hand stevig boven het hoofd. Aan alles valt te tornen,
maar niet aan de heilige megastal. Maar, partijgenoten, daar schrikken wij niet van terug. Overmorgen houdt Partij voor de Dieren senator Nico Kofferman een zogeheten interpellatiedebat over dit onderwerp in de Eerste Kamer. Al sputterden heel veel senatoren tegen, Nico. Die vonden andere zaken belangrijker. Maar het middel van interpellatie in de Eerste Kamer wordt zelden ingezet, zeer zelden. 4 keer in de afgelopen 10 jaar. En ik las met trots dat van die 4 keer de helft van de Partij voor de Dieren was. Kijk, zo doen wij dat. Goed gedaan, Christine en Nico. Kijk, dat de vee-industrie geen middel schuwt, weten wij al jaren. Toen ik nog directeur van Wakker Dier was, kreeg ik een geheim politierapport onder ogen over milieucriminaliteit. En daarin waarschuwde de politie dat de verwevenheid van de vee- en vleessector en de politiek zou kunnen leiden tot aantasting van de bestuurlijke integriteit. En toenmalig minister Donner had geprobeerd het rapport dat onder meer ging over de NPA-hormoonschandaalaffaire in de varkenshouderij, om die onder de pet te houden. En toen Wakker Dier het rapport in handen kreeg en publiceerde, werd niet alleen de klokkenluider vervolgd, maar probeerde de sector ook Wakker Dier en mij persoonlijk verdacht te maken door ons beiden voor de rechter te slepen. Het jaar daarvoor waren ze ook al actief geweest en hadden ze een rechtszaak begonnen tegen onze campagne Rem het virus, eet geen kip tijdens de vogelpestviruscrisis. De sector verloor beide zaken. We hebben desalniettemin in de vee-industrie een machtige tegenstander. Eentje die door rechters, reclamecodecommissie, onafhankelijke onderzoeksrapporten is ontmaskerd als een door en door verziekte sector. En die desondanks op de steun kan rekenen van partijen als VVD, CDA en ChristenUnie. Onze aanwezigheid in het parlement kan deze bedenkelijke steun niet voorkomen, maar we kunnen er wel voortdurend aan de kaak stellen. En dat doen we nu met 5 Kamerleden. Wie had dat ooit kunnen denken? Professor Andreas Kinneging noemde onze beweging ooit het toppunt van decadentie. Kijk, iedereen begint te lachen. Dat neem ik even op zo. Wij zien het als een teken van groeiende beschaving. Zelfs in een tijd van onfatsoen en kortzichtigheid zijn er steeds meer mensen die een tegengeluid willen laten horen. Ik vind dat hartverwarmend, beste partijgenoten. Wij zijn een van de snelst groeiende politieke bewegingen van Nederland. En ja, dat komt ook doordat andere partijen de steun van kiezers en hun leden verliezen. Onze partij maakt niet alleen een binnenlandse groei door. Onze stichting, de Animal Politics Foundation, de internationale tak van onze partij, is zeer actief. En inmiddels is het aantal buitenlandse zusterpartijen, waaronder dus ook Canada, die vandaag hier ook aanwezig is, uitgegroeid tot 17 partijen voor de dieren in de wereld. Ja. Ja. We zijn gewoon een zeer succesvol exportproduct. Ja, een politiek exportproduct. Niet de PVV, niet CDA en D66 zijn de grootste. Als voorbeeld voor die buitenlandse politieke partijen. Nee, dat zijn wij. Dat zijn jullie. En daar zijn we trots op. En in onze grotere fractie kan ik me dan ook meer dan voorheen vrijmaken voor het ondersteunen van die internationale beweging. En de afgelopen maanden bezocht ik Madrid en Oslo om met internationale geestverwanten te spreken over onze grote ambities voor een meer plantaardige en dus diervriendelijke en duurzame wereld. En in onze begintijd was het nauwelijks mogelijk om dat te doen. Maar met onze nieuwe fractiemedewerkers en Kamerleden en steeds meer vrijwilligers hebben we inmiddels een team, in ieder geval in de Tweede Kamer, van 20 mensen met wie we een hele vleugel in het Kamergebouw vullen.
overgenomen van de Partij van de Arbeid. Ja. Ja. Sorry, maar ja, als je idealen te grabbel gooit om op het plus te zitten, ja, dan gebeurt dat. Als jullie in Den Haag zijn, dan moeten jullie op het plein even naar boven kijken, want wij kijken uit op het plein en op het Mauritshuis en op het torentje. En onze kamers zijn zichtbaar vanaf de straat, doordat wij silhouetten van vogels op onze ramen hebben geplakt. En dat is echt niet als propaganda bedoeld hoor, want dat mag helemaal niet, hè? Dat mag helemaal niet in het kamergebouw. Nee, wij zorgen ervoor dat vogels niet tegen de ramen aan vliegen. Zo doen wij dat. Ja. Nou ja, zoals jullie weten ben ik in het jaar waarin we 100 jaar passief vrouwenkiesrecht kennen, nog steeds de enige vrouwelijke fractievoorzitter. En andere partijen konden dus kennelijk geen geschikte vrouw vinden. Dat vind ik opmerkelijk. Omdat ik het gevoel heb dat er in ons land minstens zoveel geschikte vrouwen zijn als geschikte mannen. En dan drink... Ja. Ja. En dan druk ik me nog voorzichtig uit, hè, dames? Ja. De Partij voor de Dieren maakt onderdeel uit van een wereldwijde emancipatiebeweging. Na de bevrijding van slaven, de emancipatie van vrouwen, kinderen en LHBTI'ers, is de logische volgende stap om dieren rechten te geven. Geen enkele emancipatiebeweging is ook klaar met haar missie. Het werk houdt nooit op. Er zijn heel veel overeenkomsten tussen de bewegingen in de manier waarop zij aandacht vragen voor de onderdrukten en de achtergestelden. En om die reden heb ik besloten om een nieuw boek te schrijven over de gelijkenissen tussen de vrouwenrechtenbeweging en de dierenrechtenbeweging. En ik ben van plan om mijn eigen ervaringen als vrouw en dierenrechtenactivist in de politiek in het boek te verwerken. En dan ga ik daar zeker wel een boekje over open doen. En ik hoop dat het begin 2019, zo net voor de Europese verkiezingen, uit zal kunnen komen. Maar voordat het 2019 is, staat ons nog heel veel te doen. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal er ook gestemd worden over de zeer omstreden aftapwet, ook wel sleepwet genoemd. Een wet waar organisaties zoals Amnesty International fel tegenstander van zijn. Een wet maakt het mogelijk dat inlichtingendiensten hele woonwijken aftappen, dus ook mensen die nergens van verdacht worden. George Orwell heeft twee geweldige boeken geschreven, Animal Farm en 1984. En eigenlijk heeft hij in beide boeken de steeds verdergaande afluisterpraktijken van een steeds moeilijker te controleren overheid het beste samengevat. En in een tijd waarin traditionele politieke partijen er alleen nog maar zijn voor de gewone, normale Nederlander, en elke vorm van verzet tegen fossiel beleid wantrouwen, is het van groot belang dat wij als Partij voor de Dieren met niet zo hele gewone, normale Nederlanders en leden, om juist die burgerrechten te verdedigen. En de sleepnetwet wordt verkocht als een wet die onze veiligheid moet garanderen en terrorisme moet bestrijden. Maar Nederland wemelt al van de camera's en heeft al de meest vergaande afluisterbevoegdheden ter wereld. En het past onze partij om te wijzen op schijnoplossingen die inbreuk maken op burgervrijheden en tegen deze sleepwet zijn. Het past onze partij om in het politieke debat de oorzaken van conflicten en vijandigheden in de wereld te benoemen. Conflicten die veelal veroorzaakt worden door armoede, ongelijkheid, grondstoffentekorten, klimaatverandering en de westerse expansiedrift. Ja. We zullen ons tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad dan ook sterk maken voor een duidelijk nee tegen de sleepwet en we hopen op jullie steun. Deze kabinetsperiode komen we ook met een aantal eigen wetsvoorstellen.
Zo willen we ervoor zorgen dat pensioenfondsen hun miljarden aan investeringsgelden ook echt alleen maar duurzaam zullen beleggen. Ja. Lammert van Raam, je hebt een hele kluif aan, denk ik. We komen met een wetsvoorstel om dierenrechten in de grondwet op te nemen. Femke Merel Arissen gaat dat doen. Ja. En nog veel meer hoor, maar we zullen ook met een nieuw wetsvoorstel komen om het onverdoofd slachten te verbieden. Beste partijgenoten, veel mensen hebben geen vertrouwen meer in de politiek en gaan niet meer stemmen of kiezen voor populisme. En het domste wat je dan kan doen, is het enige instrument afschaffen dat mensen nog enigszins de mogelijkheid geeft om de politiek te beïnvloeden. Het raadgevend referendum. En dat is precies wat Rutte 3 gaat doen. Ook wil de regering niet nadenken over de mogelijkheid voor een bindend referendum. Ik vind het ongekend dat hoe D66 zijn kroonjuwelen te grabbel gooit. Democratie is niet voor bange mensen, zei Alexander Pechtold vaak. Maar aan het stemgedrag van zijn partij te zien, is hij wel degelijk op de vlucht voor de kiezers. Iets anders. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Nederland steeds meer een verzorgingsstaat voor multinationals, vervuilers en belastingontwijkers is geworden. En de afschaffing van de dividendbelasting is daar wel het meest recente voorbeeld van. Mark Rutte heeft langer bij Unilever gewerkt dan in het torentje. En toen Unilever, AkzoNobel en Shell wilden dat de dividendbelasting zou worden afgeschaft, kosten deze 1,4 miljard euro, sprong het kabinet meteen in de houding en het stond niet in de verkiezingsprogramma's, maar ze waren het er wel heel snel over eens. En ik krijg wel eens van mails van leden, die mij schrijven: ja, dat is allemaal best wel erg, maar waarom doen wij mee aan dit soort debatten? Hele goede vraag. Dat moet je ook kunnen uitleggen. Als de dividendbelasting wordt afgeschaft, wordt het voor het grootbedrijf aantrekkelijker om een zo groot mogelijk gedeelte van de winst uit te keren aan aandeelhouders. En dus niet te besteden aan duurzame uitdagingen waar bedrijven zoals Shell, AkzoNobel en Unilever voor staan. Of in werkgelegenheid. En daar worden mensen, dieren, natuur en klimaat direct de dupe van. En daar kunnen wij als een partij voor mededogen en duurzaamheid niet voor zijn. Ah, zeggen sommigen dan, jullie zijn dus gewoon een linkse partij. Nee, ook niet. Wij zijn wars van die ouderwetse links-rechts tegenstelling. Onze beginselen, mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid, zijn links nog rechts. Onlangs was er bij De Wereld Draait Door, ik geloof op 2 november, een discussie waarin werd gevraagd waarom de Partij voor de Dieren geen deel uitmaakt van het linkse oppositieblok van Klaver, Roemer en Asscher. Leiders die graag met één mond willen spreken. En Paul Witteman vond het vreemd dat ik daar niet voor was gevraagd. En hij dacht dat dat te maken zou hebben met een of andere seksistische overweging, zo zei hij. En Barbara Baarsma, econome, wel van de Rabobank, zat naast hem en die zei dat ze dacht dat het vooral kwam door de heel andere ideeën van de Partij voor de Dieren. Ideeën die veel verder gaan dan GroenLinks, SP en de Partij van de Arbeid. En ze denkt dat ze dan zo ver moeten stretchen dat het dan wel ingewikkeld wordt om nog met één mond te spreken. En dat, beste partijgenoten, heeft Barbara Baarsma heel goed gezien. Dat gaan wij niet doen. Want ons plan B is een alternatief voor het huidige economische systeem. Wij stellen de huidige economische orde ter discussie.
die gericht is op economische groei en korte termijn mensenbelangen. In plaats van dat we de scherpe randjes er een beetje van proberen af te slijpen. En partijen als SP, GroenLinks en de Partij van de Arbeid stellen in alles nog steeds de mens centraal. Terwijl we niet egocentrisch, maar ecocentrisch moeten denken. De planeet. De planeet met al zijn bewoners, mens en dier. En bovendien snap ik niet dat je als oppositiepartij, je zit dus niet in de regering, je politieke eigenheid opgeeft door een akkoord te sluiten met andere oppositiepartijen dat aan elkaar hangt van compromissen. Wij zijn daar niet van. Wij willen best compromissen sluiten als het wat oplevert, maar niet als doel op zichzelf. En dat brengt me op een terugkerend thema, de naam van onze fantastische partij. Hoe meer succes we hebben, hoe meer mensen zeggen, als jullie echt succes willen hebben, zou je eigenlijk je naam moeten veranderen. Ja. Esther Ouwehand. Nee, dat zeggen ze niet hoor. Dat zeggen ze niet. Maar zij zit helemaal mee. Ze beleven. Ja. Dan zou je zomaar een van de grootste partijen kunnen worden. Partijgenoten, we hebben bij de laatste verkiezingen met ons plan B aan heel veel mensen laten zien hoe breed we zijn. We hebben door onze naam te verdedigen telkens kunnen uitleggen dat dieren groot onrecht wordt aangedaan. Een misstand met een grote urgentie moet worden aangepakt. En de discussies over onze naam geven ons de perfecte gelegenheid om mensen te leren voorbij hun eigen soort en hun eigen belangen te denken. En laat dat nou precies de bedoeling zijn. Nou ja. Het blijft voor een aantal mensen, en dat snap ik echt wel, nog wat ongemakkelijk gevoel. Lid zijn van of stemmen op de Partij van de Dieren, de Dierenpartij, het Partij voor de Dieren. Je krijgt het altijd over je heen. Maar het vergt moed en lef om anderen te vertellen dat we dieren serieus moeten nemen. Die moedige mensen heeft de wereld, heeft de planeet nodig. De moed om anders te zijn, om anderen aan het denken te zetten, om de confrontatie aan te gaan met het menscentrale denken. Dat is onze opdracht. De naam van onze partij maakt ons bijzonder en is iets om bijzonder trots op te zijn. Naarmate we als partij groter worden, zullen er in onze partij meer mensen komen die het vaker over mensenonderwerpen willen hebben en minder over dieren, natuur, de planeet en het klimaat. Ik zie het hier en daar al soms gebeuren. Now, over my dead body. Laten we alsjeblieft geen energie steken in die typisch menselijke mensenzaken. Dat doen zoveel partijen al. We zijn opgericht juist om daartegen in het verzet te komen. Alle geledingen van onze partij, van ons wetenschappelijk bureau NGPF, tot onze jongerenorganisatie PINK, hebben één missie en één strijd te voeren. De belangrijkste missie en de belangrijkste strijd die er is. Voorbehoud van de planeet en ons ecosysteem en tegen het immense onrecht dat onschuldige dieren wordt aangedaan. Ja. Het zijn namelijk altijd onderwerpen die ondergeschikt dreigend te worden aan de korte termijn mensenbelangen. En de verleiding van het menscentrale denken liggen voortdurend op de loer. Serieus willen worden genomen door andere partijen. Meedoen met de heersende politieke agenda. Buigen voor politieke mores, et cetera, et cetera. Volgens Gandhi blijkt het beschavingsspel van een samenleving
uit de wijze waarop ze met dieren omgaat. En dat is ook ons uitgangspunt. Wij strijden voor alle bewoners van onze planeet. Partijgenoten, ik mocht deze week spreken bij de filmpremière van Eating Animals. De verfilming van het boek van Jonathan Safran Foer. Dat ik iedereen die dat nog niet heeft gelezen van harte kan aanbevelen. Je kunt het kopen voor een tientje tegenwoordig. En mensen krijgen het gratis als ze lid worden. Dus ik zou zeggen, doen. In het boek vertelt Foer over zijn Joodse grootmoeder die tijdens de oorlog bijna van honger omkwam. En een Rus wilde haar redden door haar vlees aan te bieden. Ze weigerde. En haar kleinzoon Foer vroeg haar, maar waarom weigerde je? En ze antwoordde, het was varkensvlees. En Jonathan Safran Foer die vroeg verbaasd, maar het kon je leven redden. En zijn grootmoeder antwoordde, als niks er meer toe doet, is er niks meer om je sterk voor te maken. Dat, beste mensen, is wat mij energie geeft om me samen met jullie in te zetten voor onze idealen. Ik heb genoten van deze dag en ik hoop jullie ook allemaal. Velen van jullie waren hier voor het eerst. En hoewel ik weet dat verkiezingscongressen taai en saai kunnen zijn, hoop ik dat jullie de volgende keer er allemaal weer bij zijn. Ik heb jullie gezichten allemaal onthouden. Dus ik weet straks wie niet komt, die bel ik op. Ik wens jullie een hele goede reis naar huis. Een prachtige verkiezingsuitslag, een verkiezingsoverwinning zou ik willen zeggen. En op naar een wereld waar we trots op kunnen zijn. Op naar plan B, omdat er geen planeet B is. Hou vast aan je idealen. Dank jullie wel.